Nou, we hebben even boodschapjes gedaan en Jesse gaat voor me koken. Ja, ik ben Jesse. Hallo Jesse. Hallo. Dus, ja, dank je. Sta je er ook op? Ja, kijk eens, hier ben jij. Oh ja, met mijn giraffennek. Nou, helemaal niet. Vreemd huis, voor het eerste keer logeren. Mm-hmm. Dan wil ik niet dat je je nek breekt. Nou. Want dan verpest je mijn nachtrust, dat moet ik niet hebben. Dat zou wel goed komen, denk ik, hoor. Jawel, hè? Ja. Nou. Kijk, dat is toch handig, hè? Als je dan visite hebt en ze gaan gewoon je spullen opruimen. Dit is ideaal, denk ik. Ja, maar ja. Ja? Doe alsof je thuis bent, meid. Ik doe gewoon alsof ik thuis ben. Hartstikke en, leuk. Ja. Wat hebben wij gekocht? Een insectenraam ding. Screen. Voor de beestjes buiten te houden. Ik had zonder te hoeven schroeven. Ja, dat zeggen ze. Ze zeggen dat je niet hoeft te schroeven bij de ding. En dat hij bij elk raam past. En dat hij verstelbaar is. Dus wij gaan even kijken of dat ook echt waar is. Dus uiteraard natuurlijk weer een fun action. Oh ja, een boutique action. De action. Oui, oui. Oh, maar het zit vastgeplakt dat je denkt, yes jongens. Maak het even dicht en lekker, ja? Ja, lekker, ja. Oh, ik heb niet de nagels hiervoor. Hoppa. Hoppa, goed bezig. Lekker. Wat? Oh, dat is best wel werk, zie ik nu al. Oh my god, ik dacht, dit doen wij echt gewoon. Dit schuiven gewoon even uit. Maar oh, man. Schrikkelijk. Waar zijn we aan begonnen? Hier heb ik gewoon geen zin in. Oh. Oh, dit is best wel werk, denk ik, yes. En ja. Touwtjes. En handen. Oké, en handen. Oh, en daar schroepjes. Schroepjes? Nee. Nee, klemmetjes. Dit zijn de klemmetjes, de hoekjes. Okay. Nou, we gaan even kijken. Oh god. Kijk, als dit nou echt, echt handig is, dan wil ik het ook wel voor boven, voor die kinderen. Ja. Maar het gaat me nu even voor het raam hier. Oh, hier? Ja, eigenlijk boven in mijn slaapkamer. Maar, oh, ik wou zeggen, dat dacht ik. Maar hier is het ook wel lekker, want als ik dan daar de deur open heb. De hele slappe pik. Maar als je hem zo'n grote hebt, dan gaat er iets niet goed door. Dan weet ik waarom het zo moeilijk loopt. Ja. Jazeker. Niveau daalt. Oké, dan. Niveau daalt, ja. Goed, we gaan kijken. Het is toch bijna weekend, jongens. Dan mag het, dan mag het. Dan mag het. Oké, okay. Hij kan max 1,3 en 1,5. Oké, okay, we gaan beginnen. Denk ik. Ja, we gaan het maar proberen even. Oh man. Oh nee. Oké, okay, we moeten hem dus... Oh. Moeten we hem zagen? Nee. Ja. Waar? Hier. Nee, dat is... Oh, echt serieus? Wat is dat? Moeten we die stang op maat gaan zagen ofzo? Ja, dat denk ik dan. Moeten we het opmeten? Oké, okay, dit is leuk voor in het weekend. Ah, dit is verzekerd. Dit is leuk voor iemand anders om te doen. Ja. Bij de action over de twisty towel gekocht. Ook leuk. Ja, ik weet niet of het leuk is, maar soms blijft mijn haar zo lang nat en dan loop ik dus met zo'n grote handdoek om mijn kop. En nu dacht ik, nou, volgens mij is dit zo'n ding die ik heb. Ja, kijk, deze, die heeft dus inderdaad zo'n knoopje. Die heb ik nu al. Het ziet er een beetje uit als een smurfending. Kijk, dat doe je dus zo. Ja, het ziet er echt gek uit, mensen. Maar het werkt. En ook als ik mensen zeg maar in mijn salonnetje boven heb. Als ze een nat haar hebben en ze hebben lang haar. Kijk, het ziet er heel leuk uit. Dan doe je dus zo. En dan doe je dit gedeelte. Daar zit een haakje aan. En die doe je dus weer gewoon aan de voorkant. Aan dat knoopje. Als ik nu ook dat ding kan vinden. Ik heb sinds kort een beetje langere nagels. Ik knip ze altijd af. Maar ik dacht, ik hoef voorlopig even niet te bakken. Totdat mijn neefje over de vloer komt. Hey, ik wil brood niet bakken. Ja, zo. Dus, maar zal ik hem eens opzetten? Ja, doe jij hem. Nou, dat is voor al jouw haren, is dat wel... Is dat wel handig. En het is gewoon lekker warm voor mij. Misschien is het iets voor in de winter. Ja, leuke muts. Ja, leuke muts. Enig. Even kijken of ik het ook zelf kan, hè. Dat is natuurlijk ook altijd heel belangrijk. Ja. Want ik snap er natuurlijk geen drol van. Nou, het is niet zo moeilijk. Maar, nee, het lijkt me ook niet moeilijk, maar... Oké, kijk. Zo, ja, toch? Zo heb ik bij mij ook gewoon goed. Lekker, ja. Goed hè? Ja. Nou, staat ja. Enig. Aanradertje. Je helpen? Ja. Oké. Enig. Mij gewoon je haar los. Hoppa.
Want die oven open doen en zo, is dat niet nadelig voor het bakresultaat? Nou, ik doe dat wel altijd. Oh, we hebben een video oproep. Het oven niet, wat? We hebben een video oproep. Oh, hallo. Wie is dit? Dominique Six. Dominique! Oh. Dominique Six, ik ben weer terug! Joe! Nou. Ja, want het is, als mensen mij bellen, ik heb een ding in mijn telefoon, dat als mensen mij bellen, dan gaat mijn beeld op zwart. Oh! Dus dat is heel raar. Ja. Waarom? Is die stuk? Ja, op een of andere manier wel. Maar als ik hun bel, dan doet hij het wel. Dus dat is gewoon heel gek. Oh, dat is een live shit. Live shit, ja. Live shit, ouwe. Oké, okay, ik ga hem even hier neerzetten. Wat wil je dat je pancetta aan gaat bakken? Nee, we kunnen hem al zachter gezet. Ik moet even water hebben. Ik ga scheet laten. Oh, dat mag. Nee hoor. Dat kan mij het schelen. Mijn moeder zei dat wie de huur niet betaalt, wordt eruit gezet. Oké. Okay. Wat erg. Ja. Dus nou. Doen we die uitwisseling even. Ja, ja meid. Voor dit nou. Nee, is goed, gezellig. Ik laat je zo weten. Oké, ik heb de brownie nu in het ding zitten. Oh, mooi. Hij staat aan. Oké. Lekker, lekker, lekker. Lekker, lekker, lekker. Oh, het is zo'n dikke brei altijd. Zo. Lekker. Ik heb er nu zin in. Ik heb nu al zin in. Nee, ik heb eerst zin in om. En kunnen wij nog in de tuin zitten met z'n zonnetje als we gaan even zo. Ja, dat denk ik wel, hè. Ja hoor. Dat is toch niet zo. Kijk nou jongens, eventjes lekkere brownie. Oeh, lekker. Oeh, dat is zo lekker. Oh. Lekker, lekker, lekker. Misschien kan je wat meenemen voor Dominique, anders is het lullig. Ja. Weet hij dat wij dit gingen maken? De camera loopt, dus als hij kijkt wel, oh, ja, denk ik dat hij kijkt, dat scheelt. Ja. Dus dan kan je zeggen, nee, dat hebben we niet. Het is op. We hebben niks gemaakt, we hebben niks vergeten. Hier. Zo slecht met het rauwe ei door, maar wat jij wil. Nee joh, dat zit goed. Ah ja joh, goed voor je afweersysteem. Ik heb al olijven op, chips. Ja echt. Witte chocola. Oh my god jongen. Weet ik wat allemaal nog. Nou, ik zal hem even leuk voor je decoreren met nog een paar nootjes zo op hier en daar. En dan zal ik de oven nog even aanzetten. En dan heeft u vanavond een brownies meneer. Nou ja. Oh, mooi. Mooi hè? Goed zo. Ja, dat kan ik. Mooi. Ja. Heel mooi, ja. Lieve mensjes, de brownie. Oké. Nou, brownie staat in de oven. Risotto staat op. Ik heb er zin in. Ik heb er zin in. Yeah, me too. Lekker eten in de zon. Ja, ja zeker. Oh, nou, daar is ja, denk ik dus geen zon. Maar het is wel warm. Maar, ja. Lekker. Of we moeten gewoon hier zitten. Nou, nee, want het is te heet hoor, hier in de zon. Je hebt ook een trui aan. Ja, ik doe het uit. Ja, ik doe het uit. Ik doe het de camera. Lekker strippen. Ja. We gaan lekker eten. Eten is klaar. Ja. Oh, dat ziet er zo lekker uit. Ja, ja, en dan met de pancetta erover. Moet je even zelf even erover doen. Helemaal lekker dit. Helemaal lekker. Helemaal lekker. Oh jongens. Met liefde bereid. Ik wist het. Nou, ik heb met liefde mijn brownie bereid. Ja. Een beetje geduld hebben. Ja, hoe lang moet het erin eigenlijk? Nou, eigenlijk zeg ik altijd 40 minuten. Mm-hmm. Maar dan kijk ik toch altijd even. Ja. Mensjes. Kijk nou. Oeh, het ziet er toch wel lekker uit.